Ja, vanmiddag op een persconferentie nog gebroedelijk naast elkaar en nu hier aan tafel. Ik moet zeggen, demissionair minister-president waarschijnlijk. Dat bent u nog, hè? Zeker. Maar u zit hier eigenlijk meer als partijleider van de VVD. Ja. En Diederik Samson gaat niet in het kabinet, zit hier als partijleider van de Partij van de Arbeid. En vanmiddag was er dus die persconferentie. Nou. Dames en heren, de partijen die hier staan zijn heel verschillend. Ja, de politiek is, niks is zo grillig als de politieke realiteit van de dag. Wij zijn ook geen fusiebesprekingen begonnen tussen Partij van de Arbeid en VVD. Dat zou ook nooit lukken. En van echte vreugde over zo'n akkoord kun je dan ook niet spreken. Want deze twee partijen denken heel verschillend over heel veel zaken in Nederland. We zullen van iedereen offers moeten vragen in de komende jaren. Dat betekent dat wij beide over onze schaduw moesten heen springen. Het is gelukt en ik ben daar trots op. We hebben elkaar in de ogen gekeken en besloten ook met elkaar zaken te gaan doen. Samenwerken, elkaar de hand reiken, bruggen slaan. Als ik het beide zie, dan heb ik het idee, die twee willen heel erg lang met elkaar gaan regeren. Ik heb er veel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ik sluit me daar zeer bij aan. Ja, er kwamen nogal wat tweets binnen met de vraag of de heren hun kostuum en das op elkaar hadden afgestemd. Kunt u dat bevestigen? Er is alleen contact geweest over de das. Omdat inderdaad in de campagne vaak bleek dat we dezelfde das om hadden. En er gingen ook geruchten dat u gesignaleerd was in een bekende herenmodezaak te Den Haag. Met de opdracht aan het personeel, ik wil zo'n pak als Rutte. Kunt u dat bevestigen? Heel dat verstandig. Gerucht is al van een tijdje geleden. En het ging eigenlijk andersom. Ik was in die zaak en toen vroegen zij, wilt u ook zo'n pak als Rutte? want het schijnt dat jij daar ook wel eens iets koopt. Dus, maar daar heb ik me nog niet aan gewaagd. Ik heb een pakkenleverancier uit Leiden, een hele goeie. En daar ben ik tevreden mee. We gaan natuurlijk een beetje met u praten voordat we bij de inhoud komen. Ook over de sfeer. Want sfeer is, neem ik aan, belangrijk als je iets tot stand wil brengen. Kende u elkaar eigenlijk al goed voordat het allemaal begon? Voordat dit begon? Ja. Nou, eigenlijk man, helemaal. Ik ben nog helemaal niet zo lang partijleider van de Partij van de Arbeid. En sinds maart is dat dus. En we hebben elkaar voor het eerst echt wat langer gesproken buiten de zaal van de Tweede Kamer om. Bij een etentje ergens in mei. Een beetje vlak na het lenteakkoord. Ja. Een etentje bij andere mensen of wat jullie samen... Nee, gewoon met z'n tweeën. Ja? Wiens initiatief was dat? Ja, gezamenlijk eigenlijk. Ik vind dat je als minister-president contact moet hebben, goed contact moet hebben met de fractievoorzitters van alle partijen. Zeker van de grotere partijen. En Diederik Samson was toen net gekozen, overweldigend gekozen door zijn partij als leider van de Partij van de Arbeid. En toen hebben we... Ja, bij mijn favoriete tokootje in Den Haag. Klein Indonesisch eethuisje, we heerlijk zitten eten. Klikt het een beetje tussen jullie? Ja, omdat we eigenlijk die avond vooral hebben gesproken over wat we buiten de politiek doen. Ja. Namelijk dat Diederik Samson actief is geweest als straatcoach, actief is geweest bij de sociale dienst. Daar regelmatig een dag in de week, of bijna structureel een dag in de week mee bezig was. En ik wilde gewoon weten, deed hij dat dan omdat dan misschien de buitenwacht zou denken, wat leuk dat die politicus er ook nog wat naast doet. En toen kwam er zoveel passie en wat hij had meegemaakt, wat hij had gezien en hoeveel jongeren daar in de problemen zaten. Nou, ik geef zelf een paar uurtjes les in het onderwijs en we zaten eigenlijk die ervaringen uit te wisselen over hoe jonge mensen in het land, soms door eigen toedoen, soms door het systeem, op een gigantische manier in de problemen kunnen komen. Maar toen was die campagne nog beginnen, dus er was iets van een klik tijdens een etentje. Nou, in ieder geval, wat ik dus merkte bij Diederik Samson, was de oprechtheid waarmee hij dat deed. En ik vind het ontzettend belangrijk in de politiek dat mensen echt met passie hun werk doen. Dan hoef je niet eens te zijn, maar dan... Andersom ook, merkt u ook iets van verrassing? Ja, het viel mij toen op die avond inderdaad. We hebben voornamelijk gesproken over ons gezamenlijk werk, wat niet het werk in de politiek is. Dus lesgeven, dan wel straatcoachen of achter de balie bij de sociale dienst zitten. En hoewel wij heel verschillend denken over hoe je dit land het beste de toekomst in kan helpen, was die passie heel erg gedeeld. Want dat gaat eigenlijk over dezelfde groep. Jongeren die iets van hun leven willen maken, die daar soms een duwtje in de rug bij nodig hebben, soms een wat strengere hand bij nodig hebben. Dat doe je als leraar, dat doe je als straatcoach en dat doe je ook als medewerker bij de sociale dienst. En ik merkte daar, god, hoe lang was het? 3 uur, dat we continu daarover zaten te praten en dat we het eigenlijk nog moesten hebben over de politiek. Ja. En over de campagne, want die moest nog beginnen. Die campagne die zou uiteindelijk ook behoorlijk tussen jullie gaan. Laat even kijken wat er toen zo'n beetje werd gezegd. Het waren 2 jaar. Waarin met rechtsrotbeleid het verschil tussen mensen werd vergroot. Het gevaar zit erin
dat met de Partij van de Arbeid we over wat langere tijd tienduizenden banen minder in Nederland zullen hebben. Dat vind ik bedreigend voor heel veel mensen. En dat is een rechtstreeks gevolg van het programma van de Partij van de Arbeid. Ik onderstreep arbeid. Dat type politiek, dat type doen van beloftes voor verkiezingen, waarvan iedereen voelt, snapt en weet dat ze niet zullen worden waargemaakt en inderdaad ook elke keer gebroken worden, dat is het grootste ondermijnen van het vertrouwen in Nederland. Maar Roemer of Samson is voor u één pot nat? Dat is me echt één pot nat. Vindt u dat laatste trouwens nog steeds? Kunt u een slokje water nemen? Nee, dat niet. Kijk, wat ik wel vind is dat de politiek inhoudelijk is de Partij van de Arbeid echt een geprofileerde partij, links van het midden. En de verschillen met de socialistische partij zijn veel kleiner dan die waren in de jaren 90. Dat is een feit. Ja. Laten we even teruggaan naar dat moment. Dit zijn allemaal de dagen net voor de verkiezingen. Het is spannend. Je probeert geprofileerd en scherp te zijn in de debatten. Dan komt de avond van de verkiezingen. Hoe volg je die eigenlijk? Heb je dan contact met elkaar? Want het ging een beetje om u beide wie er zou kunnen winnen. Ja, want 8:50 kregen wij dan de eerste informatie over wat er om 9:00 de exit poll zou zijn. Dus dan weet je 40-41. Dat was natuurlijk in absolute getallen een ongelofelijke meevaller, een opluchting. Mijn partij had nog niet zo lang daarvoor op 15 zetels, nog maar 3 weken daarvoor op 15 zetels gestaan in de peilingen. Dus dat voelde als een enorme opluchting. En tegelijkertijd ook wel de min of meer groeiende teleurstelling. Want 41, dat was zijn uitslag. En 40 was die van ons. En we weten uit enige ervaring dat de exit polls altijd iets beter voor de Partij van de Arbeid zijn dan het eindresultaat. En ook deze keer was dat helaas het geval. En daar hadden jullie contact over? Nou ja, we belden of we sms'ten in eerste instantie van jeetje, spannend. En toen op een gegeven moment werd het nog wat... Ja, natuurlijk. Ik weet niet hoe jij erbij zat op dat moment, maar dat was waarschijnlijk hetzelfde gevoel. We hadden natuurlijk nog nooit verwacht die avond. Hè. We hadden wel het idee dat het zou gaan tussen ons tweeën. Maar dat in die laatste 24 uur nog zoveel mensen naar deze twee partijen zouden toetrekken. En ik kreeg ook zo'n sms'je om 8:50 van een contact, ik geloof bij RTL. Of en dan West die zei, het is 40-41. Ik sms'te terug, voor wie is die 40? Toen zei hij al, nee, 41 voor jou. Ik zei, spannend wordt het dan. Goed, toen kwam dus die uitslag, die we inmiddels kennen. Hoe lang duurde het toen voordat jullie aan tafel gingen zitten? Een gesprek hadden daarna, een echt onder vier ogen gesprek. Nou, kijk, die avond hebben we wel even gebeld. En toen werd duidelijk dat we de volgende dag al, en dat was ook zoals de procedure natuurlijk nieuw, maar toch al afgesproken was, alle fractievoorzitters bedoel ik dan, bij de Kamervoorzitter. En dan zo snel mogelijk proberen, dat was toen nog Gerdy Verbeet, zo snel mogelijk een verkenner aanwijzen en dan de procedure starten. Dat gebeurde allemaal met alle anderen erbij. Ja. En wij hebben toen tegen elkaar gezegd, het zag er wel naar uit dat welke constellatie het ook zou worden. Toen was het nog onduidelijk of ook andere partijen mee wilden doen en gezamenlijk mee wilden doen. Maar in ieder geval, deze twee zouden toch wel het met elkaar moeten gaan uitzoeken. Dus? 'S avonds zijn we bij elkaar gaan zitten. Dat was dus donderdag 13 september. Ja. En 's avonds is dat dan weer in een restaurant? Of Op een geheime locatie. Oh ja? Waar was dat? Geen idee. Ja. En hoe lang zit u dan bij elkaar? Niet zo heel lang. We hebben natuurlijk 1,5 uur. We waren natuurlijk allebei totaal afgemat en bek af. Maar met z'n tweeën? Ja, met z'n tweeën. Heeft u toen gevraagd, als wij een kabinet gaan vormen, doe jij dan mee? Ook, ja, zeker. En wat zei u toen? Nee. Het antwoord herinnert u zich. Ja, ik zei nee, want ik had natuurlijk al dat ook in de campagne beloofd. En daar had ik ook over nagedacht, over hoe dat verder zou gaan. We hebben ervaring met niet de grootste zijn, wel in de coalitie zitten, de partijleider het kabinet in laten gaan. En daar het profiel dan net zien wegkleuren, feitelijk. Dat wilde ik voorkomen. Daar had ik ook uitgesproken ideeën over. Die heb ik nog steeds. Maar zei u alleen nee of heeft u er nog wat aan toegevoegd? Ik heb ook aangegeven dat ik iemand in gedachten had die... Want ik snap heel goed dat Mark Rutte dat vroeg. Want dat is toch een soort commitment. Een commitment aan een gezamenlijke klus. Die doe je dan gezamenlijk vanuit dat kabinet. En het is dan vaak premier, financiën, dat type samenstellingen. Maar ik heb toen gezegd, mijn commitment is er. Ja. Want ik heb iemand in gedachten. Lodewijk Asscher. Die naam heeft u toen genoemd. Ja. En hoe reageerde u toen? Ja, zeer positief. Lodewijk Asscher is natuurlijk een formidabel talent en een formidabel politicus. Maar ik dacht op dat moment, het zou goed zijn als Diederik Samson in het kabinet gaat zitten. Hij heeft me overtuigd, ook de dagen daarna,
Dat de keuze die hij had gemaakt. Frits Bolkestein heeft hem in het verleden ook bij de VVD zo gemaakt. Dat hij ook juist, en zeker ook in de combinatie met Asscher in het kabinet, ook heel goed kan zijn. En ik merkte op een gegeven moment dat er geen beweging in te krijgen was. Juist. En toen ben ik gestopt met zeuren. Hoe lang bent u daarmee bezig geweest met dat zeuren? Nou, niet zo lang. We hebben het begin van de week erop dat eigenlijk al beslecht. En toen was het wel duidelijk dat hij daar heel goed over had nagedacht. En dat was voor mij ook belangrijk, dat hij heel bewust die keuze had gemaakt. Ik denk, nou goed, als dat echt een afweging is die ook zijn voordelen heeft. Dat de leider van de Partij van de Arbeid de fractie leidt. Dan gaan we het zo doen. Maar toch tamelijk uniek. Dat dus voordat een formatie, of zelfs gesprekken over regeerakkoord zijn begonnen, eigenlijk al vaststaat wie de vicepremier wordt van de partij. Nee, dan moet het natuurlijk allemaal nog wel lukken. Maar kijk, het zou eigenlijk raar zijn als je niet van tevoren, je gaat een campagne in met het doel de grootste te worden. Dat was in mijn geval een wat hooggegrepen doel op 15 zetels. Maar niettemin was dat doel er. En notabene nog bijna bereikt ook. Maar je gaat dat, en dan hoort daar dus ook bij dat je gaat regeren. Daar hoort dan ook bij, althans daar denk je dan over na, in welke samenstelling je dat doet. Het zou raar zijn als ik dan een dag voordat we straks op het bordes staan ga bellen met deze en gene om te vragen of je nog vicepremier zou willen worden. Wanneer belde u met Asscher? Begin juli heb ik met hem daarover gesproken. Heeft u toen gesproken over deze constellatie of heeft u gezegd ik wil sowieso met wie we ook gaan regeren dat jij bij mij in het kabinet komt? Nou kijk, bedenk wel, begin juli stonden wij op een zeteltje of 15. Stonden overigens bijna alle andere partijen ook zo ongeveer op 20. Dus het was nog een soort kaken van iedereen sprak toen over een mogelijk 5-partijen-kabinet. Dus ik zei ook toen tegen Lodewijk, ik mag waarschijnlijk als we gaan regeren 2 ministers leveren. En wil je er 1 van zijn? Dat was ongeveer de constellatie. Maar we inderdaad wel al in de samenstelling als vicepremier. Ja, ja. Dus Nemport, hij zou het moeten worden? Als hij ja zou zeggen, wel. Ja. Kostte dat moeite? Nou, dat kostte tijd. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik vroeg hem ook ruim van tevoren, zodat hij die tijd mocht en kon nemen om daarover na te denken. In Amsterdam een succesvolle wethouder, zou best zijn klus willen en kunnen afmaken. Een gezin, je vraagt nogal wat van iemand en daar mag je best even de tijd voor nemen. Maar dan wil je misschien ook een beetje betrokken worden bij de onderhandelingen. Als je denkt dat je vicepremier wordt. Betrokken, ja. Ja? En hoe gaat dat? Nou ja, zoals wij ook in een klein team andere mensen hebben betrokken bij wat we aan het doen zijn en hoe we dan elke stap zetten. Is Lodewijk Asscher ook redelijk betrokken geweest? Hij heeft niet mee onderhandeld. Is een paar keer langsgekomen? Nee, we hebben tegenwoordig wat digitale mogelijkheden om elkaar daarover te informeren. Maar hij is dus eigenlijk behoorlijk op de hoogte gehouden van de onderhandelingen. Gedurende het proces, Meneer Rutte, waren er nog humeuren en temperamenten waarvan u dacht, ik moet even rechtstrijken met die Asscher? Nee. We hebben stevige uitspraken over elkaar gedaan, als u dat bedoelt. Maar dat gaat in de politiek zo. Ja. Dat hebben wij in de campagne ook gedaan. U belt vaak met elkaar en u gaat uit eten en u deelt stropdassen en dat soort dingen. maar met Asscher was u nog niet zo intiem, dachten wij, of wel? Wat heeft hij over mij gezegd een keer? Het was net een nieuwsje. Kijk even wie deze boodschap brengt. Je ziet dus 1 iemand die als een soort blije korfbal zegt, je kunt je vingers erbij aflikken dat ik je geld afpak. Een blije korfbal die ons geld afpakt. Ja, Asscher is een van de leukste politici van Nederland, maar hij verzuurt zo. Asscher zei dat naar aanleiding van de presentatie van het vorige kabinet wat u voorzat. En toen had u het over waar rechts Nederland zijn vingers bij kan aflikken. Niet bij de presentatie, dat was toen die informatie was vastgelopen een paar weken daarvoor. Ja. En dat ergerde hem kennelijk. Maar nee, de presentatie ergerde hem. Hij vond dat dat we onvoldoende ons uitstraalden wat we zouden doen. Wat dat ook betekende voor heel veel mensen in Nederland. Ik heb heel goed geluisterd. Hij zei niet, het is een korfbal, maar hij staat erbij als een korfbal. Nou, is al een stuk minder erg. dus kijk, als dat alles is, dan gaat het wel lukken. Oké, genoeg daarover.